Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 10 van de Eredivisie en natuurlijk de Europese wedstrijden van zowel Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Laten we daar eerst maar eens even naar gaan kijken. Ajax heeft met 3-1 gewonnen van Midtjylland, wat ze op zich oké papieren geeft voor de volgende ronde. Alleen wordt het nog wel lastig omdat zowel Atalanta en Liverpool nog op het programma staan. Dus ze moeten er nog wel aan werken, maar ze deden in ieder geval goede zaken. Liverpool verloor met 0-2 van Atalanta en Inter verloor met 0-2 van Real Madrid. AZ speelde een hele goede wedstrijd tegen Real Sociedad en speelde 0-0. PSV won met hangen en wurgen 3-2 van PAOK en CSK Feyenoord werd 0-0. Wat van Feyenoord best wel knap was, omdat ze al heel snel met 10 man stonden. Dit waren de wedstrijden in speelronde 10 van de Eredivisie. FC Twente, RKC werd verrassend 0-2. FC Emmen, Ajax werd 0-5. ADO tegen Heerenveen werd 1-1. VVV speelde 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. Vitesse Fortuna werd 2-0. FC Groningen Willem II werd 1-0. Feyenoord speelde 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Heracles AZ werd 1-2. En PSV tegen Sparta werd 1-0. Dan is dit de ranglijst van de Eredivisie. Ajax staat bovenaan met 27 punten. Dan komt Vitesse met 25 punten. PSV staat derde met 23 punten. Feyenoord staat op nummer 4 met 22 punten. Twente en Heerenveen hebben 18 punten. Dan komen AZ en FC Groningen met 17 punten. FC Utrecht staat 9e met 11 punten. Sparta staat 10e. Maar ook PEC, RKC en VVV hebben 9 punten. Willem II staat 14e met 8 punten. Ook Heracles heeft 8 punten. ADO staat 16e met 5 punten. En Fortuna en Emmen staan onderaan met 3 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. We hebben een keertje iemand boven ons staan die niet in de top 8 staat. Dylan had de meeste punten gehaald. Daardoor is hij de weekwinnaar. Hij kan in de beschrijving op het linkje klikken van de volledige stand. Kan hij precies zien hoeveel die in totaal staat. Mikey staat nog steeds eerste met 95 punten. Dan komt Gerben met 94 punten. Novio Magam en Dilano hebben 91 punten. Luc staat 5e met 90 punten. Dan komt NAC met 89 punten. Tijn staat 7e met 88 punten. En Jarno staat 8e met 87 punten. Het zit allemaal heel erg dicht bij elkaar. Dat maakt het alleen maar leuk. Volledige stand staat weer in de beschrijving. Als ik het niet vergeet, en ik vergeet het elke keer, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Dan zijn dit de wedstrijden. Liverpool moet thuis tegen Ajax. Ze speelden niet zo goed tegen Atalanta. Laten we voor Ajax hopen dat ze ook niet zo goed tegen Ajax spelen. Atletico moet tegen Bayern München. Leuke wedstrijd om te voorspellen. En Manchester United moet tegen Paris Saint-Germain. PSV moet uit tegen Granada. Als ze dat winnen, dan kan het bijna niet meer fout gaan voor PSV. AZ moet een moeilijke wedstrijd tegen Napoli. Daar wordt het best wel lastig voor om de volgende ronde te halen. En Feyenoord moet tegen Dynamo Zagreb. En dan zijn dit de wedstrijden in speelronde 11 van de Eredivisie. Sparta moet thuis tegen FC Emmen. Dan ontvangt RKC VVV Venlo. Fortuna neemt het op tegen Willem II. Ajax ontvangt FC Twente. PEC Zwolle moet in Zwolle tegen Vitesse. Feyenoord ontvangt Heracles Almelo. AZ moet thuis tegen FC Groningen. FC Utrecht moet tegen ADO Den Haag. En Heerenveen moet tegen PSV. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van Eredivisie Voorspellen. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie jullie heel graag bij de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.